Hoi, fijn dat je weer kijkt naar een filmpje van je Friks. We gaan vandaag weer knutselen en we gaan twee knutsels maken. Twee paashazen, want het is natuurlijk bijna Pasen. We gaan deze paashaas maken met een mandje. In dat mandje kunnen dan chocolade-eitjes liggen of gewone nep-eieren. Die gaan we maken. En daarna gaan we ook nog een paashaas maken die je kunt ophangen. En dat is deze. En die kan weer mooi bij de werkjes hangen dan. Maar we beginnen met deze paashaas. Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt daarvoor nodig twee vouwblaadjes. Ik neem bruin, maar je kunt ook een andere kleur nemen. En heb ik nog wat restjes nodig voor de andere dingetjes om te maken. Misschien wil je ze eerst even de spulletjes bij elkaar pakken. Dan kan dat. Dan zet je het filmpje even uit en dan ga je zo meteen weer verder. Ik ga gewoon meteen verder. Ik ga eerst het bakje maken. Dan begin ik weer met de 16 vierkantjes. Dubbel vouwen. Het boekje. En het rechte kruis. Aan de andere kant het boekje. Kijk, hier heb je het rechte kruis. Zo en zo. En twee boekjes, zo een boekje en zo een boekje. Dan gaan we de deuren van de kast weer dicht doen. Die is deze, precies tot het midden. Die zit heel goed dicht. Ja, en dan de andere deur. En die zit ook weer goed dicht. Deurtje open, deurtje dicht. Deurtje open, deurtje dicht. Nu gaan we de deuren aan de andere kant dicht doen. Vouw hem eerst weer helemaal open. En dan doe je de deur aan de andere kant dicht. Deze. En deze. En dan zie je het weer. Deurtje open, deurtje dicht. Deurtje open, deurtje dicht. Dan gaan we natuurlijk weer eventjes de vierkantjes tellen. Daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13, 14, 15, 16. Gelukt, 16 vierkantjes. Oké, nu moeten we iets met de schaar doen. Want anders kunnen we er geen bakje van maken. Je knipt hier een knipje. En daar een knipje. Ik ga het doen. Precies tot het pijntje. En aan de andere kant ook. Kijk, want dan kan je het zo, deze omhoog vouwen en deze twee kun je dan zo vouwen. Dan heb je al een beetje een begin van een bakje, zie je dat? Dan doen we dat aan de andere kant ook. Hier en hier inknippen. En hier ook. Zo. Nu moet je het vastplakken. Ik heb het hier met tape gedaan, want dat plakt meteen beter. En deze tape, je kunt natuurlijk ook gewoon doorzichtige tape nemen. Dat is ook hartstikke goed. Ik vouw deze zo naar binnen. En ik vouw deze de tape aan. En dan doe ik aan de binnenkant een tapeje. Die heb ik niet nodig. En ik plak hem vast. En dan zit hij meteen vast, zie je dat? En met plak, als je plaksel gebruikt, ja, dan zit hij niet meteen vast. Dat doen we ook aan de andere kant. Zo, het bakje is alweer klaar. Dat gaat lekker snel, hè? Die zet ik eventjes hier neer. Want nu ga ik het haasje maken. En weet je wat ik daarvoor gebruik? Mijn mooie mok met een R erop.
misschien heb je thuis ook wel zo'n mok. Die heb je ook even nodig. Dan moet je hem even gaan halen. Doe het filmpje eventjes op stop en dan haal je eventjes een mok. Zo, dan ga ik weer verder. Ik heb eerst de onderkant nodig, want dat is een kleine cirkel. Zie je dat? Die zet ik hier neer. Eigenlijk, ja. Nu pak ik een potlood. Ik doe wit, want dat zie je heel goed met bruin. En dan moet ik er eventjes een omheen tekenen. Zo goed. Ja. Niet in het midden, want als je het in het midden doet, dan heb je niet genoeg papier over. Dus je moet echt zo een beetje in het hoekje beginnen met je cirkeltje. En dan kan je hem eruit halen. Zo, teken hem er zo omheen. Deze kant langs. Deze kant nog. Kijk, dan heb ik het hoofdje. Ik ga hem meteen uitknippen. Doe hem even in mijn bakje. Dan raakt hij niet weg. En dan heb ik nog plek genoeg om het buikje te tekenen. En daar gebruik ik de andere kant van mijn mok voor. Want die is groter. En die zet ik er gewoon onder. Past dat net? Ja, als het bij jou niet past, dan doe je het aan deze kant. Maar bij mij past het net, denk ik. Ja, ja, precies. Dan ga ik hem hier omtekenen. Hier weer staan. En dan ga ik deze ook uitknippen. Die is veel groter, hè? Die moet ook, hè? De buik is groter als het hoofd. Paas heeft best wel een beetje een dikke buik. Misschien heeft hij alle chocolade-eitjes wel zelf opgegeten dit jaar. Ik hoop het niet. Zo. Mooi rond. En klaar. Nou, nu heb ik het hoofd. Nu moet ik deze eventjes op elkaar plakken. Doe ik ook maar even meteen. Lekker makkelijk vandaag. Hop. Dat moet wel aan de achterkant, hè, want anders ziet het er een beetje lelijk uit. Zo. Daar zie je aan de voorkant niks van. Zie je dat? Nou, hij heeft nog twee oortjes nodig. Dat kan, want ik heb nog veel over. Deze snipper kan er wel even af. En dan heb ik deze nog over om de oren te maken. En dat doe ik even heel slim, want ik vouw hem dubbel. Zo. Zie je? Dubbel. En dan teken ik op deze voorkant één oor. Dan ga ik die doen. Ik begin hier. Je hebt al een grote oren, want het is een haas. Hè? Hazen hebben grote oren en konijnen kleintjes. Kijk maar, hier staat er ook één met grote oren. Zie je dat? Eén oor. Maar, omdat ik hem nu dubbel gevouwd heb, knip ik er twee in één keer uit. Dus ik knip deze dubbele uit. Zo. Oren. En dan ga ik eens even kijken of dat een beetje leuk staat. Hier een oor. En hier een oor. Oh, wat schattig. Die ga ik ook opplakken. Ik leg hem even zo neer. En ik kan ook weer een stukje tape overheen. Vast. Klaar. Ik doe hier nog een beetje lijm op, want dat vind ik niet zo mooi. Maar dat kan met de gewone lijm. Zo.
heeft ook een beetje bretels. Kun je dat zien? Die gele bretels heeft hij. Die ga ik ook nog maken bij zijn buik. Dus dan heb ik nog een klein stukje geel. En die kan ik door midden knippen. Dan heb ik net twee bretels. 1, 2. Nou, nog een heel klein stukje over. Daar heb ik niks meer aan. Weg ermee. Ik ga ze opplakken. Beetje lijm erop. Zo. Dan heeft hij twee bretels. Daar heb ik er ook nog een knoopje op gemaakt hier. Zie je dat? Een roze knoopje. Dat ga ik nu ook weer doen. Kijk, ik heb er al zo, ik heb het ook weer dubbel gevouwen. En dan teken ik een klein rondje. Knip ik weer uit en heb ik dan meteen twee. Die knip ik, plak ik er weer op. 1, 2. Nu moet hij nog een gezichtje. Zie je dat? Oogjes. En wat heeft deze nog meer? Een neusje en een mondje en snorharen. Dan heb ik nodig zwart en wit. Wit heb ik al. Dan ga ik nog zwart pakken. Zwart. Dit is zwart. Ja. Nou, dan ga ik eerst de oogjes tekenen. Gewoon twee rondjes. Eén, twee, kleur die oogjes helemaal wit. Ik laat het je even zien. Zie je? Twee oogjes. Er moet in het midden van het oog een pupil. Dat is een klein, dat kleine zwarte stipje. Dat heb jij ook in je ogen. Dat ga ik nu maken. Het lijkt wel een beetje op Pieter Konijn, zie je dat? Nu zijn neusje. Die doe ik met zwart, een rondje. En weer zwart kleuren. Onder zijn neusje teken ik zijn mondje. En nu nog zijn snorharen. Hij heeft 3 snorharen bij mij aan iedere kant. Die doe ik weer met wit. 1, 2, 3. En deze kant ook. 1, 2, 3. Ja. Daar is hij. En nu kan hij bij het tegen het mandje aangeplakt zo. Dat doe ik lekker in mijn tape. Nou, daar is hij. Als jij het nou... Als hij bij jou nog een beetje slap is geworden, hier, dat kan, dan doe je er een facetrolletje achter. Dat heb ik hier ook gedaan en dat is heel handig, want dan blijft hij achterop, blijft hij beter staan. En je hebt meteen een eierdopje. Als je dan een ei krijgt met paas, dan kan je die erin zetten.
jouw eierdopje dan bij het paasontbijt. Leuk, hè? Nu moet er nog een klein hengsel aan. Deze mag weer hier met zijn eitje op zijn rug. Dan zetten we deze even hierin. Want die is zo kaal. Zo. Een wandje. Die knip ik hier vanaf. Die had ik nog van de vorige keer. Even kijken of deze goed is. Hier een stukje en daar. Oh ja, precies goed. Een stukje tape. Twee, één aan de ene kant. Eén aan de andere kant. Hier een stukje. En daar een stukje. En dan plak ik ze op. Nou, niet helemaal recht. Zo. En de eitjes erin. Eén. Twee. Drie. Zo. Hartstikke leuk. Dat kan je thuis ook mooi maken. Samen met mama. Of alleen proberen. Deze heb ik hier. Ik heb er nu twee. Nu gaan we die andere maken. Even de snippers weg. Dat was deze, weet je nog? Daar hebben we weer twee vouwblaadjes nodig. Ik kies voor groen. Twee groene vouwblaadjes en een bruine. Omdat je dat mandje wil maken en hier nog in zijn oren wat. Oké? Ga het maar even pakken. Twee groene en een bruine. Of jij neemt twee roze en een gele. Dat maakt helemaal niks uit. De kleuren die jij leuk vindt. Zet het filmpje maar even op stop. En dan haal je de spulletjes. Oké, ik ga weer verder. We moeten 16 vierkantjes maken. Als jullie weer op school komen, jongens, en je doet mee met mijn knutsels, dan kun je supergoed 16 vierkantjes. Want dat doen we iedere keer. Eerst het boekje. Boekje aan de andere kant. En dan heb je het rechte kruis. Vier vakken. Dan gaan we de kastdeuren weer dicht doen. Deur aan deze kant dicht. En de deuren aan deze kant dicht. Hier hebben we de kast. En de deuren zijn open. En de deuren zijn dicht. Nou, we doen de deuren open, want we moeten de kast nog aan de andere kant. Deze deuren moeten nog dicht, anders krijgen we nooit 16 vierkantjes. Zo. En er zijn er alweer 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ik maak meteen die andere ook. Eerste, het boekje. En dan, ja, het boekje aan de andere kant. En dan hebben we het. Rechte kruis, goed zo. Nu moeten we de kastdeuren dicht doen. 1, 2. Daar zijn de deurtjes. Open en dicht. En nu de kastdeuren aan de andere kant. Heel goed. 1. Als ik wat te snel ga, doe je het filmpje gewoon even op stop. En nu hebben we er 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Twee groene, of jij hebt twee gele, of twee roze, of twee blauwe. Met 16 vierkantjes. En nu? Nu moeten we weer gaan knippen. Even een beetje. Want anders wordt het nooit een haas. Je moet het middelste vakje inknippen. Het middelste, dus hier moet een klein streepje komen. En hier, je hebt 1, 2, 3, 4 vakjes. Je telt tot 2, 1, 2. Dan zet je een streepje. Ik ga het even doen. Doe het even zwarte, dan kan je het goed zien. Zie je dat?
2, een streepje. Doen we aan deze kant ook. 1, 2 en een streepje. Dan gaan we met die andere ook doen. 1, 2 en een streepje. 1, 2 en een streepje. Het streepje zit dan precies in het midden. Want aan deze kant van het streepje zitten er 2 en aan die kant. Dan heb je het midden. Nu moet je deze over het streepje heen knippen. Over het streepje knippen. En aan de andere kant. Zo. Dan heb je 2 vouwblaadjes met in het midden een streepje waar je in geknipt hebt. Oké, nu moeten we gaan vouwen. Je gaat hier bij het streepje deze vouw omvouwen. Een hoekje. En aan de andere kant ook. Nu haal ik het voorbeeld er even bij, want dan kun je het al een beetje zien. Zie je? Dit hoekje heb ik omgevouwen en dit. Hier niet. Hier blijft het gewoon recht. Zie je dat? Maar bij de schouders moet ik ook weer een hoekje omvouwen. Dat is aan de bovenkant. Dus dat ga ik nu doen. Hierboven. Hier één. En daar één. Nou, dan heb ik al eigenlijk de buik. Kijk maar. Zie je dat? Past precies. Heel goed, die leg ik even weg. Maar nu moeten we het gezichtje. Voor het gezichtje moet ik deze aan de onderkant omvouwen. Dat ga ik eerst doen. Hierheen. Hoekje omvouwen. En hier. Kijk maar, dan heb je al de onderkant van het gezichtje. En nu moet deze omgevouwen. Deze kant op, want dan wordt het een beetje een wangetje. Zie je dat? Hier ook. Kijk maar. Zo, vast erop. De wangetjes. Maar nu de oren nog. Hey, ik moet nog een knip maken. Zie je dat? Anders kan het nooit hier zo. Dat gaan we even doen. Heb je potlood weer nodig? En dan moet je hier boven in het midden een streepje zetten. 1, 2 en een streep. Dan heb je aan die kant ook 2. Zie je dat? Dan gaan we weer knippen. Zo. Nou, dan gaan we eerst deze 2 maar omvouwen. Want dan kan je al een beetje zien als je dat gedaan hebt, dat het oortjes worden. Zie je, dat heeft deze ook. Nou, het lijkt er nog niet helemaal op, want we moeten deze nog omvouwen en aan die kant. Dan heb je echt bijna alle hoekjes omgevouwen. Bijna, want niet alle hoekjes, maar bijna wel. Zo ziet het er aan de achterkant uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoekjes heb je omgevouwen. En aan de voorkant heb je dit. Wordt al bijna een haas. Die leg ik even weg, want wij hebben deze gemaakt nu. We gaan ze opplakken. Ik pak een wit velletje. Onderkant en die plak ik dan hier en dan de bovenkant en die plak ik hier. Zijn oren zijn zo groot, die komen er een beetje bovenuit. Ik ga het rustig opplakken, dat mogen jullie ook doen. Ik doe altijd eerst even de hoekjes vastplakken. Alle hoekjes.
ze nu langs de kantjes inlijmen. Dat weten jullie niet. Je hoeft niet overal lijm te smeren. Alleen langs de randjes. Maar er zijn best veel randjes. Zo, en in het midden doe ik ook een klein beetje. En dan plak ik hem op. Goed vastdrukken. En dan aan deze kant precies hetzelfde. Ook eerst de hoekjes even vastlijmen. Drukken, anders dan gaan ze weer los. En deze nog. En dan ook hier langs alle randjes. Alleen bij de oortjes, die steken er bovenuit. Kijk maar. Dat is het kleine stukje. Zie je? Dus dat hoef je niet te lijmen. En ik plak het hoofdje aan de buik. Ja, we hebben een kale haas. Deze ziet er veel leuker uit, zie dat? Want hij heeft oogjes en een mondje en snorharen. En heeft een mandje vast. En heeft ook iets bruins in zijn oren. Nou, dat gaan we dan ook nog maar even maken. Eerst maar even de ogen tekenen. Die waren wit. Oh, die heb ik hier nog. Voorbeeld erbij. Twee ogen natuurlijk. Helemaal wit tekenen. En in het midden komt weer een zwart stipje, want dat is je pupil. Zwart stipje. Een punt gaat stuk. Dat, dan moet ik ook mijn puntenslijper. Waar heb ik mijn puntenslijper? Geen puntenslijper. Dan moet ik maar even, doe ik even bruin. Sommige, dat lijkt wel een beetje op zwart. Zie je dat? Deze is bijna donkergrijs. Kan ook. Zo. Oh, die heb ik nog nodig voor het neusje natuurlijk ook. En mondje. En de snorharen. Oh, die zijn weer zwart. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zo, een beetje vrolijker haas. Nou, het mandje. Knip een stukje af. En dan knip ik nog een beetje rond, dan lijkt het op een mandje. Is er nog een beetje. En opplakken. Nu nog zijn oren. De binnenkant. Twee stukjes op elkaar. En dan teken ik even de binnenkant van een oor. En die knip ik weer met z'n tweeën tegelijk uit.
Dan heb ik er meteen twee. Twee. En opplakken. Eigenlijk moeten er ook nog eieren in, hè? Die moeten jullie er dan even intekenen. Mooie grote paaseieren of in plakken. Maak maar een mooie foto van jouw haas en stuur die maar weer naar je vrikst. Dat is hartstikke leuk. Ik ga die van mij ophangen. Dan kan die bij de andere werkjes. Ik had ook al een tekening gekregen. Die hangt er ook. Nou, dan wordt het hier echt al een beetje een paasfeest. Leuk hoor, fijn dat je weer gekeken hebt naar de knutsel van je vrikst. Tot de volgende keer!